In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Sofjet Mercedes. Zij is dominatrix. Online of in real life? Real life. Fysiek of verbaal? Verbaal. Wel of geen toestemming vragen? Geen. Macht of geld? Geld. Met of zonder bodyguard? Zonder. Wat is een dominatrix? Een dominatrix is een SM-meesteres. Een vrouw die de dominante rol aanneemt binnen een BDSM-dynamiek. Dominatrix is per definitie dominant. Dat is degene die de regels maakt. Het spel stuurt. En is dat dan ook echt iets wat je als van kinds af aan voelt? Dat je denkt, ja, ik ben dominant as fuck. Ja. Zeker als je terugkijkt naar mijn hele leven en zelf op de basisschool mensen dingen voor je laten doen en daar ook een soort van eer in vinden dat ze dingen voor je mochten doen. En dan middelbare school, leer je het spelletje wel snel spelen. Dus het heeft er altijd wel in gezeten, absoluut. Hoe ben je dominatrix geworden? Ik ben eerst door wat vrienden meegenomen naar een feestje, een fetishfeest. Ja, weet je nog wat je zag, wat je raakte? Ja, mensen aan de halsband. Aan de riem wandelend. Prachtig kledij. Laten we ook niet. Dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. Krachtige vrouwen. Een bepaalde vrijheid die daarbij hoort. Ook geen schaamte hebben om dat ook gewoon daar rond te kunnen lopen. En gewoon te kunnen omarmen waar je mee bezig bent. Ik ben de bofkont die dan training heeft gehad. Hè, van een paar meesteressen die me onder hun vleugel hebben genomen. Dat ik een keertje met hun mocht meekijken. En dat ik met hun in een sessie mocht meedoen een keertje. Weet je nog de allereerste keer? Ja, de allereerste keer, ja. Nou, dan denk je, al die attributen. Hoe ging dat dan? Waar was je en met wie was het? In Amsterdam. Meesteres, die bestaat niet meer. Was een Amerikaanse meesteres. En ze nam me eerst van tevoren door haar studio mee. En legde ze uit wat een beetje wat alle dingen waren. Een van haar vaste slaafjes. Die vond het ook helemaal leuk dat er een nieuwe meesteresje. Ja, dat is natuurlijk dan helemaal geld, toch? Ja, fantastisch. Ja, die heeft het nog nooit. Ja, en die kon ook zoveel hebben lichamelijk. Dus dan, weet je, dan maakt het ook helemaal niet uit of daar wel een keer een markering op blijft zitten. Of dat je wel een keertje wat te hard slaat. Dat was helemaal het punt niet. En wat koos je dan als eerste wat je mocht doen? Ja, echt zo'n paardensweep. Zo'n hele lange dunne. Waarom? Ik ben een paardenmeisje altijd geweest. Dus dat voelt thuis. Jeetje, dan kan ik deze paardensweep ook hiervoor gebruiken. Ja. Wat voor soort personen komen er naar jou? Ik durf niet te zeggen dat er één soort of een aantal soorten personen naar mij komen. Als ik er een containertje om moet bouwen, misschien dominante mannen in het dagelijks leven. Ja. En heb je dan ook een paar vaste slaven? Ja. Ja. Hoeveel zijn dat er? Mijn vaste riddeltje ziet er sowieso uit. Ik heb mijn vaste slaaf uit Dubai. Die maandelijks komt. Ik heb een vaste slaaf uit Zwitserland die maandelijks komt. Dan heb ik een handjevol die hier in ons kikkerlandje wonen, die wekelijks of maandelijks langskomen. Dat zijn een beetje de vaste. Dus laten we zeggen 10 echt vaste. Hm? En dan nog mensen die sporadisch komen. Die kan je dan één maand zie je ze 2 keer en daarna zie je ze een half jaar niet. Dat. En hoe vaak gaat dominatrix zijn dan gepaard met seks? Zo verschillend. Wat denk je? Is dat een beetje half om half? Of? Ja, ik denk half om half. Ik denk dat het heel erg heeft te maken. Hebben we het nu puur over het commerciële gedeelte, of niet? Ja, dan ga je een beetje in het grijze gebied zitten van wanneer ben je een SM-meesteres versus een prostituee die wat dominantere trekjes heeft. Hè? Waar ligt die grens? Is iedereen die een zweepje heeft een SM-meesteres? Of... Ja, ik weet niet, er zit geen zwart-wit lijn aan of zo. Ja, wanneer er seksuele handelingen plaatsvinden, toch? Nou, je kan prima een SM-meesteres zijn die volledig in seksuele handelingen meedoet. Doe jij dat? Nee. Ik vind dat psychologische veel leuker en het echte sadistische. Wat is het meest extreme dat iemand ooit heeft aangevraagd bij u? Oh kijk, diegene begint het al te leren. Ja, dan gaan we een beetje in de taboehoek zitten. Er zijn enorm veel mannen die echt de fantasie hebben om doodgemaakt te worden. Er zijn mannen die fantasie hebben om gecastreerd te worden.
Dus ja, ik denk dat dat een beetje de echt extreme varianten zijn. Ja. En wat vond jij de meest bijzondere tot nu toe? Door een auto overreden worden. Ja. Ging jij dan een beetje zo in je garage? Kijk, zulke fantasieën kan je leuk uitspelen op afstand. Dus verbaal, dat je puur of aan een telefoon zit of een Skype-gesprek of via een chat. Kijk, in het echte leven zijn natuurlijk gewoon niet uit te voeren. Nee. Wat wel een extreme leuke zijn ontvoerscenario's. Maar daarom heb je dus ook echt een hele crew nodig. Hè? Dat vergt ook bepaalde enorme grote bedragen om daar dan mee te kunnen doen. Dan wordt het echt helemaal vooral ook contracten opgesteld. Hè? Dat we weten wat iedereen aan het doen is. En dan op een niet te bepalen tijdstip word je ontvoerd. Dus dat zijn... Wat eng. Ja, leuk. Ja. Ja. Weet je, ben dus net weer in de film speelt. Maar is een fantasie jou dan wel eens te raar? Ja, ik vind die moordfantasieën, ja, kan je heel leuk verbaal op meespelen. Maar in het echt kan je daar gewoon niet zo heel veel mee. Nee, dus ik snap dat het in het echt jou niks doet. Nee. Maar kan je altijd in een fantasie komen? Nee, absoluut niet. En ik denk ook dat ik na zoveel jaren ervaring ook de luxe heb opgebouwd dat het niet alleen maar meer om hun gaat. Want welke fantasieën spreken mij aan? Welke fetisje vind ik leuk om te doen? En waar ligt jouw grens dan? Geef me even een concreet voorbeeld. Waar ligt de grens? Nou ja, heb je die dus of heb je die niet? Nou, ik denk dat we allemaal grenzen hebben. Ik denk dat blijvend letsel no-go is. Wordt ook wel eens nagevraagd. Voor mij is ook helemaal niet aantrekkelijk voor mij. Behalve de standaard, geen kinderen, geen dieren, et cetera. Ik zeg dat noem ik niet eens, want dat hoort zo normaal te zijn. Dus ik zeg dat daar spreek ik niet eens over. Ja, blijvend letsel, daar heb ik niet zo heel veel mee. Nee. Wat is het grootste geldbedrag dat je ooit in één keer hebt gekregen van een slaaf? Dit is de tijd om slaven te inspireren, hè? Dus ik zou nu hoog inzetten. 14.000 dollar. Ja. En wat voelt het voor jou? Het voelt wel als een lekker bedrag. Voor een dag, als één som is het een lekker getal. Ja. Ja. Daarbij wil ik ook zeggen dat alle kleine getalletjes ook welkom zijn natuurlijk, hè? Want mensen raken wel altijd geïntimideerd door als ze zulke grote bedragen horen of zien. Nee. Ja, maar mensen hoeven toch bij jou niet aan te komen met een euro? Je mag met je euro aankomen. Je moet dan niet verwachten dat je er van mij enige interactie voor krijgt. Ja. En wat zijn überhaupt jouw prijzen? Oh, heel verschillend. Hangt vanaf of we langere termijn dingen gaan doen, korte termijn dingen. Of we een afstandssessie doen of een fysieke sessie. In welk land ik zit. Mm-hmm. Dus. Ik wil één keer langskomen voor een fysieke sessie van 1,5 uur. Laten we zeggen dat voor onder de €200 kom ik mijn nest niet uit. Voor 1-op-1 real life sessions. Ja. Ja. Gaat er wel eens wat fout tijdens een sessie? Als in, ja, gelijk een keertje uit. Of probeer ik een wasknijper af te slaan en dan vlieg je er al voordat ik überhaupt die zweep heb aangeraakt. Ja, onschuldige dingen. Ik heb enorm veel plezier in mijn spel, sowieso. Dus klachten sowieso wel vanaf. Hmm. Maar geen serieuze dingen, nee. Ik denk dat de meeste van ons SM-meesters ook dingen als, weet je wel, eerste hulp, achtergrond in ieder geval weten, kennen, hebben. Dat je wat basisdingen sowieso, mocht iets ooit fout gaan, dat je weet hoe je daar naar moet handelen. En is iemand wel eens fout gegaan bij jou? Dat jou iets is overkomen wat je helemaal niet chill vond? Nou, wat ik enorme afknapper vind, maar echt enorme afknapper vind, is dat je weet hoe ik mezelf adverteer, wat ik wel en niet doe, en dat je dan toch in het echt bij me komt en dat je nog steeds dezelfde vraag stelt. Zo van, oh, mag ik orale seks met je doen? Nee, dan ben je ook gelijk weer weg, hoor. Ik vind het zo'n afknapper. Ik vind het ook gewoon respectloos. Boel, we hebben het er al over gehad. Dus ik weet niet wat je nu aan het doen bent. Waarom zijn sommige mensen... Maar er zijn ook meesters die dat leuk vinden, hè? Dat machtsspelletje van even kijken of ik jou wel kan domineren, niet en zo. Vind ik helemaal niet aantrekkelijk. Helemaal niks voor mij. Ja. Het hele een beetje dat rebelse.
hoeft helemaal niet bij mij mee aan te komen. En dat is gewoon persoonlijke voorkeur. Ja. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Ketchup of curry? Ketchup. Ja? Ja. Oh. Liefst Tsjechische, die lekker zoet is. Die zoet? Ja, dat is...